Dat. Maar goed, een nieuwe jaargang, nieuwe kansen. En dit zijn de 22 namen met Kojokaru opnieuw in doel. Jakkers op de bank, Uedraogo, Pletings en Patrice achterin. Zo, de mensen die de bal hebben gesponsord zijn van het veld. Dan kunnen we gaan beginnen. Uitstekend begin van het kampioenschap heet dat dan. Perdikidzi. Van de Kei dus. En dan weggekeild op zoek naar de spitsen. Nou, Dacci, goed in dat duel. Pletings maakt even contact. En dan Jordanov met de voorzet. Daar is de eerste kans voor Westerlo. Dacci kan er net niet bij, maar Van de Kei pikt de bal weer op. Probeert die bal voor te brengen. En dan in de handen van Kojokaru. Tamari nog steeds op de huid gezeten door de Kuiper. En dan wordt die bal daar meegegritst door Vazen. Voor doel is Dacci. Terugleggen, de Kuiper kan er net niet bij. Probeerde hem nog achter het steunbeen tot bij Dacci te brengen. Torsteinsson. En Singi. Dan inwerp voor Oud-Everlee Leuven, ook al vond Dirks van niet. Maartens, eerste keer bij de bal in deze wedstrijd. Op zoek naar Tamari. De Kuiper er naartoe. Tamari, Maartens zocht de achterlijn, maar de Kuiper met de voet ertussen. Zo'n eerste hoekschop. Holthauser, de man met de fluwele traptechniek. Klaar voor de eerste hoekschop uit de wedstrijd. Doet het kort, tot bij Torsteinsson. Om hem dan terug te krijgen, maar die bal is te kort en dan zit de Kuiper ertussen. Op die manier. Torsteinsson en opnieuw Holthauser. Mol blijft uitstekend binnen. En Singi op de huid gezeten door Jordanov. En dan wijst op Vazen die eigenlijk te dicht staat. Nou ja, echt te dicht kan het niet zijn. De bal achter de hoogte van de kleine baklijn. En Vazen stond buiten de grote baklijn. Dat moet toch volstaan. Gaan we daar dan de VAR niet voor interpelleren? Nee, Laurens Visser heeft gezien dat er contact was buiten de grote baklijn. Maar Maartens doet dit wel goed. Meveen vangt de bal van Neustetter en dan de redding van Bolat. En zo, 12e minuut. Holthauser. Het Heverlee Leuven duurt nu door. Patrice, goede bal tot bij Tamari. De redding van Bollet. En Torsteinsson met de rebound. En dan is het wel raak. 1-0 voor Oud Heverlee Leuven. Wat een minuut van de thuisploeg. 13e minuut. 1-0. Jon Dagur Torsteinsson. Patrice, derde assist van het seizoen. Alsjeblieft. Nee, het is geen assist natuurlijk. Maar het was Tamari met de voorzet. Dus hier die bal van Patrice. Tamari. Wordt nog gestuit door Bolat en dan Torsteinsson heeft maar binnen te tikken en doet dat dan ook. En op die manier 1-0. De Kuiper. De Kuipers. We gaan het kijken waar is Dacci. Ondertussen Patrice om hem van de bal af te zetten. Fout was het niet en op die manier kan Oud-Everlee Leuven gaan counteren. Tamari wordt weggestuurd. Ja. Mindere bal van de Norren. Van 1-0. Neustetter van de bal gezet door Maartens. Niet voor het eerst dat hij ertussen zit. Als ze in balbezit zijn. Holthauser. De verrassende eerste keuze is boven Jakkers. Maar hij deed het goed vorige week. Hij hield Oud-Everlee Leuven in de wedstrijd. En onze ploegmakkers maakten het af in de tweede helft. De Norre. Een slordige bal. Dacci sterk in dat duel met Patrice de Norre om te herstellen. Gaat er even aanhangen. En dat is de fout van Casper de Norre. Nee, andere richting. De Norre. Houdt Neustetter makkelijk af. Maartens. Dan Neustetter stevig, maar geen fout. Dirks. Inspelen tot bij Van de Keibus. De voorzet niet tot bij Vazen. Niet de beste weggekopt door Pletings. Dirks dan maar. Nog eens kappen. En dan de knie van Pletings.
om uiteindelijk weg te werken door de Norren. Van Eno, ja, die heeft een afstandsschot. Die is dan toch voor Van de Kuipers. Borstpaas tot bij Dachi. Dachi wegleiden van Patrice. Dachi trapt tegen de lat. Grote kans voor Westerlo. 22e minuut, nog niet afgelopen. Bal blijft daar hangen. Vaze gaat dan te makkelijk liggen. Springt zelfs. Uiteraard geen strafschop. Holzhauser probeert Torsteinsson weg te sturen. Iets minder controle. En dan is er Seigers. Uiteindelijk inwerpen voor Oud-Heverlee Leuven. Hier nog eens kijken. De eerste 10 minuten daarvan waren lastig voor Oud-Heverlee Leuven. Nu de betere ploeg en aan de leiding natuurlijk. Holzhauser. De Norren. Iedere keer 3 man rond die bal. De voorzet van Torsteinsson. Mooie hak van Patrice in de handen van Bollat. Meteen de tegenaanval op gang gebracht. Ruimte voor Tuur Dirks. Dachi chokt richting de grote baklijn. Vaze doet dat ook. Dirks 1-op-1 met Oued Raogo. Probeert er voorbij te gaan. Prima getimed tackle. Ja, je verwacht daar misschien een harde bal richting de tweede paal. Waar Dachi kon op inlopen. Perdikidzi. De Kuiper. Dirks stuurt Jordanov weg. Torsteinsson erachteraan. De voorzet kan toch komen in de handen van Kojo Karu. Ja, die is nog niet in verlegenheid gebracht. Inwerpen voor Oud-Heverlee Leuven. Hard werk van Jordanov, maar wel gewoon over de zijlijn. Met lef, dat uitvoetballen van Oud-Heverlee Leuven. Bij Westerlo laten ze net iets te veel ruimte tussen de linies, waardoor die passing iedere keer kan komen. En dit is nog wel goed gelezen door Van de Kuipers. Bal net iets te lang onderweg. De Norren. Hier komt de voorzet van Tamari. Tweede paal een beetje ver. Door Torsteinsson, maar houdt hem wel binnen. Jordanov wijkt, maar weet die bal dan wel af te blokken. Gewoon een hoekschop. Nou, Westerlo steekt zich zeker niet weg. Probeert aan te vallen. Alleen komen ze niet tot kansen. Van de Kuipers. Voorzet tot bij Dachi. En dan is daar de Kuiper. De Kuiper niet voorbij Pletings. Stevig van Pletings met die arm. Dachi. Voorzet van Dachi. Hard sterk. Tweede paal van de Kuipers. Net een tikkeltje te hoog. Kort met Van de Kuipers. De voorzet van de Kuiper. Dachi, goede loopbeweging. En dan Dirks. Kan hij er nog wat van maken. Probeert hem weer voor te brengen. Maar altijd wel iemand van Oud-Heverlee Leuven in de weg. Gaat leuk op en neer. Twee ploegen die er vol voor gaan. Tamari. Hij probeert op snelheid voorbij de Kuiper te geraken. Wordt gehaakt. Weliswaar buiten de grote bakken. Als het een fout is, dan is het buiten de lijnen. En dan echt geen idee wat hij dan moet doen. Want hij haakt hem buiten de lijnen. Tamari. En dan de Kuiper. En dan zijn ze buiten de lijnen. En dan wordt die fout daar gemaakt. Dus het is zeker niet in de grote baklijn. Dachi. Meegeven met Jordanov. Ja, met enige moeite. De bal toch in Westerloos bezicht gehouden. Dit is een goede voorzet. Daar is fase. Trapt hem in het zijnet. Vlak na die strafschopfase. Nou, Seigers houdt die bal wel binnen, maar op die manier de bal ook wel kwijt. En Singi. En dan gewoon inwerpen voor Oud-Heverlee Leuven. Tegen de cornervlag. Moest toch even schrikken. En Singi vastgenomen door Perlikidzi, maar staat ze slaat er toe. Nou, Malinov voor de neus van Dachi. En dan helemaal weggewerkt door Van Eno. Dirks kijkt om zich heen. Beseft dat hij ruimte heeft. Vaze probeert richting de grote baklijn te snellen. Dirks kan die bal nu geven. Tot bij de Kuiper. En dan weet hij de bal niet goed te controleren. Patrice tot bij Holzhauser. Ruimte bij Tamari. Neustetter iets te hard. En geel. Ja, naast, of zocht de bal, maar vond Dachi heeft daar Patrice stevig vast. Dirks, geduldig op zoek naar een opening.
En dan via Ouedraogo nog een hoekschop. En die gaan we ook nog krijgen. Ook al zijn de 3 minuten al verstreken. Westerlo krijgt nog een hoekschop. De eerste uit de wedstrijd voor de bezoekers. De eerste paal verlengd en dan appel voor Hens. En het was ook Hens van Dachi. Dat is meteen het einde van de eerste helft. 1-0 voor Oud-Heverlee Leuven. Ze hadden het 10 minuten een beetje lastig met Westerlo. Scoorde. Klaar om erin te komen. Vorige week gescoord, weliswaar vanuit buitenspel. Dus ging dat niet door. En hij komt in de plaats van Kian Vaze. Dat is een man met de grootste kans die in het zijnet ging. Dat zei Brent Stasis dat hij aan de juiste kant van de middenlijn moest gaan staan. Zo, we zijn begonnen. Nog 45 minuten. Een paar minuten toegevoegde tijd. Als was het een spel uit de jeugdbeweging om iemand tegen te houden. En nu Dachi onderuit getikt door Ouedraogo. Die gaat dan wel geel krijgen. Ja. Pletings ontsnapt. Nog steeds in de aanvangsfase van de tweede helft. Vrije trap voor Westerlo. Van 1-0 met de indraaiende bal. Weggekopt door Patrice. Tamari nam de bal in eerste instantie niet mee. Waardoor Jordano er nog tussen kon komen. Dan weer richting de grote baklijn terwijl Dirk zijn actie maakt. Foster. Sterk in dat duel. Foster afgeweken bal. En dan gaat hij in een hoekschop. De meegereisde supporters uit Westerlo. Ouedraogo kan misschien de tegenaanval op gang brengen. Dachi moet er achteraan. En Singi biedt zich aan, maar ruimte in het centrum voor Tamari. Kan nog een station verder naar Holzhauser. En Singi vraagt. Holzhauser wil de plaatsbal. En dan is daar nog net van de Keibus. Hoekschop voor Oud-Heverlee Leuven. Slordig kaatsen van Patrice. Van de Keibus meteen dreigend. Foster. Ja, je ziet dan de tweede zone Jordanov opduiken. Alleen is die bal net te ver. Van de Keibus. Ja, loopt zich te pletteren op Patrice. Foster pikt die bal wel op. Foster, 2 man voor zijn neus. Afleggen. Van de Keibus kan plaatsen. Nog net de voet van Ewout Pletings. Opnieuw een hoekschop. Dirks neemt de hoekschop voor zijn rekening. Nou, niet helemaal goed getrapt, maar Foster pikt de bal op. 2 man voor zijn neus. Foster knalt hem tegen Ouedraogo. Nou, Maartens. Ja, gaat meteen liggen na het contact met Foster. En grijpt dan naar de onderrug. Gretig ingevallen, heet dat dan. Maar als je zo past, dan begrijp ik dat. Slim van Tamari om de bal te laten voor Maartens. Krijgt de bal weer aangespeeld. En Singi trekt de ruimte. Tamari duikt erin. De Norre ook mee in steun. En Singi komt naar binnen. Dan trappen met zijn mindere voet. Raak links naast. Ook wel nodig. Wanneer Westerlo op zoek gaat naar de gelijkmaker. Hier komt de derde hoekschop uit de tweede helft voor Westerlo. Weggekopt. En dan niet gecontroleerd door Tamari. Foster. Krijgt de bal terug van Torsteinsson. De Norre. Ouedraogo is mee naar voren. En dan moet Jordano er naartoe. 3 man voor doel. De voorzet van Ouedraogo is lang onderweg. Maar Tamari kan hem controleren. Kan trappen. Afgeblokt door Pendikidze. Torsteinsson. Ah, Patrice. Trapt daar bewust die bal nog tussen de lijnen en gaat daarvoor geel krijgen. Stasis heeft het gezien en het is terecht. Het was met opzet. Hier Tamari van de Keibus. Tamari. Ja, mindere bal van Patrice. Hij heeft al betere dingen laten zien vandaag. De Norre voelde dat er misschien wat in zat. Wordt niet echt afgehouden door Neustetter. En dan is Singi als eerste de bal. Ah. Zag dat Bolat verse voor zijn doel stond en trapt hem hoog over. Torsteinsson, de doelpuntenmaker naar de kant. Niet zo'n geweldige wedstrijd eerlijk gezegd. Met nog een half uur te gaan, ietsje minder Jorendom. Misverstand tussen Van 1-0 en Van de Keibus. Tamari profiteert. Het is 2-3. Tamari
Ja, gepakt door Kunjikiti. Oh, dat is een kaart. Ja, staat ze in de kaart te trekken. En laat zo zulke dingen niet passeren. Nu komt Holzhauser tegen de muur. Kunjikiti heeft die vol in zijn gezicht gekregen. Gaat meteen liggen. Hoeft ook niet. Er is geen verplichting. We spelen weer 11 tegen 11. Kunjikiti tussen de lijnen. Neustetter. Op goed geluk die bal tot bij Foster. Buitenspel van Lyle Foster. Slordige bal. Patrice moet zich reppen. De Kuiper. Ah, dacht. Is toch niet verplicht tape rond te sokken. Maar goed, hier komt de vrije trap met Lucas van Eno. Daar is een kopbal van Kunjikiti. En Malinov vond dat hij geduwd werd. Ondertussen wissels bij Westerlo. Bernat in de plaats van Neustetter. Nee, inwerken toch voor Westerlo. Leuven kunnen ze het nauwelijks geloven. Foster. Dirks. Niet opgevangen door Dom. Uitstappen van Malinov. Dirks en dan de Nor. Tegen Maarten Zamer. Die kan wel meteen naar voren. Van de Keibus probeert er aan te hangen. De Nor of Malinov. Die dan uitstapt. En dan het duel te gaan winnen. Goeie bal van Holzhauser richting Nsingi. Kunjikiti gaat liggen. Bal op de hand. Maar Nsingi trapt hem naast. Het is wel een strafschop. Want Kunjikiti maakt de handspel en dus rood. Holzhauser. Kunjikiti, het is een schouderduw. Dan gaat hij toch bewust die bal even klemmen. Ik vind het geen fout van een... Rafa Holzhauser tegenover Sinan Bolat. Holzhauser legt hem mooi weg. 2-0 voor Oud-Heverlee Leuven. Dat verdiende Westerlo zeker niet. Dat was de jongste minuten sinds de drankpauze, zeg maar. Op zoek meer en meer naar de gelijkmaker. Voor Oud-Heverlee Leuven. Nog een kwartier te gaan. Het wordt lastig voor Westerlo. Dirks. Niet voorbij, Dom. Bernat. Bal voor Hetz. Door de bezoekende fans. Ondertussen naar de overzijde met Tamari. Altijd wel iemand van Oud-Heverlee Leuven op overschot. Bernat. Tamari sterk in het duel met Bernat. Wel via Bernat. Het is leep geprobeerd, maar Stasen trapt er niet in. Dirks naar de kant. Reynolds in zijn plaats. En geen Fetokele, maar wel Matthias Fixel. Ja, als er één iemand is die weet wat het is om geblesseerd te zijn, dan is het Tuur Dirks wel. En dan met en Tagir voor de Kuiper. Maar wie is er dan? Wie gaat er dan in voor Nou, de brancard is er nu voor Dachi. Hopelijk valt dat mee. Het leek eerst krampen, maar hij kan gewoon niet verder. De volledige toegevoegde tijd. Nicola Koharevic. Eigenlijk op overschot. Maar het is de enige diepe spits die ze bij Oud-Heverlee Leuven hebben. Dus Reynolds, de bal tot bij Bernat. Westerlo heeft het nog niet opgegeven, ook al zijn we in de toegevoegde tijd. Leuven al een tijdje aan vloeren op de counter en dat wordt een kaart voor Bernat. Ja. Stasis maakt zijn naam alle. In principe 6 minuten toegevoegde tijd. In ieder geval deze vrije trap nog voor Westerlo. Bernat tegen de Leuvense muur. Over die van Westel. De 6 minuten toegevoegde tijd zitten erop. Oud-Heverlee Leuven mag nog een vrije trap nemen tegen de middenlijn. Maar dat hoeft niet meer. Stasis maakt een einde aan de wedstrijd. Oud-Heverlee Leuven start het seizoen met 6-6.
twee overwinningen.